Vandaag gaan we op snoekbaars vissen. Met dood aas doen, met natuurlijk aas. Dat zou droog blijven vandaag. Hebben we geweten. Ja, we waren een beetje in gesprek. Ja, dit is niks hangen. Ik ga snel uit. Hè. Vroeg, het zonnetje komt net op. Komt hier achter mooi uit het water zetten. Het is prachtig mooi weer en vandaag gaan we op snoekbaars vissen. Dat ga ik samen met Werner doen. Maar dat doen we niet op zomaar een manier. Dat gaan we namelijk met dood aas doen, met natuurlijk aas. Spiering, kleine vorentjes. We gaan met fireball doen, op een dropshot montage. Hoe dat allemaal werkt gaan we vandaag laten zien. Maar eerst gaan we proberen een mooie vis aan de haak te slaan. Dus daar gaan we eerst ons best even doen. Ik heb er zin in. Het is prachtig mooi weer. Het water ligt er echt perfect bij. Dus het kan bijna niet misgaan dat wij vandaag een mooie vissen gaan vangen. Intentie. Wat er zin in? Ja, dat is een hele mooie vis. Mooie vis, weet je? Laten vallen. Oh, dat is mooi vis. Dat is een baasje. Laten vallen en raak de bodem. Heel zacht vissje. Ah, machtig. Eerste vis binnen. Wat zo. Leuk visje daar. Schönes Sander. Ja, een vijfeltje. X. Schön. Maar wat diep. Ze is zacht, jong. Dat zacht ik, hè? Ik twijfelde je stek. Een visje. Ja, prachtig. Of vijfbaltje. Klein erop. Klein vorentje eraan. Vorentje eraan. Ja, dat was een vorentje. Heel klein ruisvorentje. Ja, super. Gaaf. Een visje. Zijn er met er 50? Ja, zoiets. Mooi, man. Heel zacht aan een beetje. Ja, hè? Heel zacht. Snel weer terug, om naar de volgende. Mooi man. Toppetje! Ja, we gaan in ons. Ik ga snel uit hebben, want op een dropshot. Nou, snoek eraan, maar op het dropshot. Dus een fluwelijke bon. Dus ik drill hem heel voorzichtig af. Neem ik scheppen wanneer ik hem scheppen kan. Maar dat is nu nog niet. Een sterke vis. Dan neem ik je er even uit. Best taai begin van de dag. Werner pakt een leuke snoekbaars. Ik wil nog weer verder vechten. Snel weer terug. Mooi visje. Dicht eraan een beetje. Het is net alsof ze heel voorzichtig zijn vandaag. Maar mooi visje. Blij mee. Kijk uit. Doei. Daar vissen we met natuurlijke aas. En wat anders als shetjes, als kunstaas. We noemen twee manieren. Dat is de dropshot montage. Heel simpel. Fluorocarbon lijntje. Met daar op een dropshot haak en daarop een mooie spiering. Met een stingetje in de rug van een vis. Nou, daaronder een dropshot gewichtje. Het aas heel simpel aan de bodem zakken. Zetten wij hem
in de steun. Dat is een beetje de dode hengel, noemen ze dat. En die het gewichtje sleept wat over de bodem. Als je beet hebt, dan krijg je een tik op een hengel. Zet je de haak. Die andere heb ik nou in de steun staan, maar die heb ik in de hand normaal. Binnen draaien. Die vissen wat actiever met de fireball. Nou, fireball wel bekend. Heel simpel. Fireball gewichtje, haak je door de bek van de vis. En daarop ook een stingertje in de rug van de aasvis. Laten we ook naar de bodem zakken. Tot hij de bodem raakt. Dat is heel simpel. Eigenlijk als het verticaal vissen. Aasje 10 à 15 centimeter van de bodem halen. En we rusten naar de bodem laten zakken. Heel effectief. En vooral wanneer het water nogal troebel is. Of wanneer er veel gevist wordt. Dan kan dat nog wel eens heel goed werken. Nou, daarmee beet. Yes. Ik kreeg een aanbeet. En wel heel mooi. Mijn lijn die stond een beetje. Mijn hengel stond een beetje krom. Doordat we aan het varen. En mijn lijn stond volledig slap. Van de vis die er overheen knalde. Dus dat was wel een heel mooi gezicht. Voelt ook wel redelijk aan. Ja, het ziet goed uit. Oh, mooi. Ja, dat is mooi. Hele mooie vis. Die is meer dan welkom. Hoppa. Hoppatee. In het net. Nou, een hele poos al stil. Maar des te mooier dat die aanbeet er is. Nou, prachtig mooi visje. Mooi sterk. Het gaat niet vanzelf vandaag. Maar deze ging op voor een spierinkje op een dropshot. Prachtig mooi visje. Gaat snel weer terug. Ze zijn lekker, maar ze zijn ook nog mooier om nog een keer te vangen. Mooi. De aanbeet was echt heel mooi. Gaat weer. Normaal mooi, hè? De flits. Veel veilig mensen, altijd met onweer niet te vissen. Hoi! Nou, het zou droog blijven vandaag. Hebben we geweten. Ik zei tegen Werner, ik neem voor de zekerheid maar even een regenjasje mee. Ligt het? Zeik nat. Ik denk dat het 3 minuten geregend heeft. Echt één dikke vette hoosbui. Werner, zeik nat. Ja, ook de kleren maar uit gedaan. Ben je alleen maar koud. Daar flitst het en rammelt het nog achter elkaar door. Maar hier. Prachtig mooi weer. Net. Klapt het mooi op, joh. Ja. Ik ben mijn camera even aan het instellen, want we kregen hier een paar aanbeetjes. Om vervolgens even kijken of een aanbeet op beeld konden krijgen. Mooi goed, baas. En ik zit met mijn camera in een statiefje en Werner die haakt een visje. Dus wie weet komen ze nou los. Ik kan wel weer de hand pakken. Ook weer op de dropshotje met spiering erop. Ja, dit maar op een spier. Eerste vis op de dropshot. Oh, prachtig. Kleintje. Als je hem heel ver naar voren houdt, dan wordt hij groter. Ja, kijk eens, sorry de bak. De toekomst. Super mooi. Mooie ja. Kleuren. Ja. Gaat snel weer terug. Snel weer terug. Misschien dat ze nog loskopen. En qua hengels, eigenlijk heel simpel. In de steun een dropshot hengel, 2,70 meter. Mooi soepel tapje, dat je mooi de golfjes en het bewegen in de boot mooi dempt. Dat zou ik heel simpel vissen. En in de hand gewoon een verticaal hengel, iets strakker stokje. Dat je makkelijk de actie kunt overbrengen in de aasvis. Die iets korter, dat de hengels niet zo snel in elkaar komen. 1,90 meter, 1,95 meter. Daar op een molentje, reeltje.
Helemaal goed. Lijntje, 10/100ste, 8/100ste. Als je vaak vast blijft zitten, is een 10/100ste wel aan te raden. Kun je net iets meer kracht mee zetten. En dan is het heel mooi werk. On head on. Is niet geweldig. 1,23 meter. Je bent op een drapshot, je wilde een baasje vangen en dat is een prachtig gezicht. Gaat snel weer terug. Mooi visje. Oh, beat my day. Een gesprek en hij doet niks hangen. Dikke beuk in de hand. Oh, dat voelt wel leuk. Ja. Ja, dit is wel goede. Nee, dat wel. Knappe vis is. Komt er bijna. Ja, leuke vis hier. Mooi donker kleur. Hoppatee. Mooi man. Net gedraaid. Mooi visje. Een hele poos stil, hè? Maar uur bijna geen actie. Klein snoekje nog. Klein snoekje tussendoor, nog in de baas gevist. 1, 2. Nou, mooi visje. Mooi. Super. Nou, oh, hij wil weer terug. Gaat zwemmen. Machtig. Zitten we weer op voor vandaag. We hebben een heerlijk dagje gevist. Leuke vissen gevangen. Mooie sterke vissen gevangen. Slecht weer gehad, maar over het algemeen was het echt heel erg mooi weer. We hebben echt getroffen daarmee. Het was een geweldige dag. En tot de volgende keer.